Hallo allemaal, ik ben Yoinio en welkom bij de voortbeschouwing van de vijfde etappe van de Tour de France. Morgen starten de renners in Lorient, een havenstad in Bretagne. En ze rijden iets verder in Bretagne, naar Quimper. En daarvoor moeten ze 204,5 kilometer overbruggen op heuvelachtige wegen in Bretagne. Beginnen doen ze echter met een tussensprint en die legt na 92,5 kilometer in Rudajak. En daarna is het tijd voor de beklemmingen. Na 106 kilometer is er eerst een kol van vierde categorie. Of ja, een kol, een koortje natuurlijk. De Koot de Californië, 1,7 kilometer lang, wel 7 gemiddeld. Dan volgt na 113 kilometer. Opnieuw een klimmetje van vierde categorie. De Côte de Trimène. 1,6 kilometer lang en 5,6% gemiddeld. Dus ja, daar moeten de sprinters wel naar hoger raken. Dan zijn we al 140,5 kilometer ver. En dan beginnen de beklimmingen van derde categorie. Eerst de Côte de La Roche du Feu. 1,9 kilometer lang en 6,6% gemiddeld. Dan... Uh, een kleine 20 kilometer verder, naar 159,5 kilometer, de Côte de Meniskeletsch, 3 kilometer lang, aan 6,2% gemiddeld. En de laatste klim, de laatste gecategoriseerde klim, is dan de Côte de la Montagne de Le Cronon, naar na 181 kilometer, die is 2,2 kilometer lang, aan 5,9% gemiddeld. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niet meer geklommen moet worden. Want we hebben natuurlijk ook nog de bonusprint. En die ligt naar 192,5 kilometer. Dus op 12 kilometer van het einde. En daar moet er ook geklommen worden. Want die ligt op de Côte de la Chapelle de la Lorette. En uh, dat is een uh, klemmetje van 700 meter lang. En uh, 9% gemiddeld. Dus uh, het zal waarschijnlijk wel voor de sterkere renners zijn daar. Misschien kunnen de klasse mensen erin wat ze konden nemen. En uh, ook aan de finish moet er geklommen worden, want uh, ook die ligt op een klemmetje en camper. En dat is op de Côte de Stand Bihan, 1 kilometer lang en 4,8% gemiddeld. Dat betekent dus dat uh, de kans hebben voor de zege toch wel gereduceerd zijn. Dat het niet de echte sprinters zijn die voor de zegen zouden strijden. Maar renners zoals Peter Sagan, Julian Alaphilippe, Michael Matthews. Dat zijn toch de kanshebbers die voor de zegen kunnen strijden. Net zoals natuurlijk uh, renners als Philippe bij, en Greg Van Avermaet. Maar ik denk toch dat Sagan, Alaphilippe en Matthews de grootste favorieten zijn voor deze etappe. Morgen komt er een nieuwe video online. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!